Hey beautiful ladies, deze video maakt deel uit van een 10-delige videoserie The 12 Recipes of Christmas, waarvan het grootste gedeelte clean is. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan nu, want morgen komt er weer een nieuwe video online en dan mis je die niet. Dit toetje, trust me, is echt to die for. Blijf kijken waarom. Voor de cheesecake truffels heb je nodig monsieur, poedersuiker, wat pure chocolade en wat toppings waar je de truffels doorheen wil rollen. Ik gebruik geroosterde kokosnootras en wat amandelen. Ik smelt de chocolade eerst au bain-marie. Dat betekent dat je eerst water laat koken, daar vervolgens een ander pannetje op zet en daar de chocola in gaat smelten. Blijf er zeker bij staan, want dit gaat soms heel hard. Ik ben letterlijk nu 2 minuutjes bezig en het is eigenlijk al klaar. Ik haal dit van het vuur af. En dan ga ik aan de slag met de cheesecake balletjes. Hiervoor mix je de roomkaas met de poedersuiker. Dan gaat er een dopje vanillesaus bij. En dan mix ik dit weer. De cheesecake vulling is klaar. En eigenlijk staat er in het recept dat je hier alle gesmolten chocolade in moet doen. Maar ik hou van naturel cheesecake en ik hou van chocolade cheesecake. Dus wat ga ik doen? Ik ga de helft mixen met de chocolade en de helft niet. Altijd even proeven. Yum! Het cheesecakebeslag gaat nu zeker voor een uur de koelkast in, zodat het wat harder kan worden en je er straks makkelijker balletjes van kan rollen. Deze cheesecake truffels kun je makkelijk een dag van tevoren maken. Scheelt je weer tijd op de dag zelf. Ondertussen maal ik de amandelen fijn, want daar ga ik zo meteen de cheesecake truffels doorheen rollen. Ik hoop dat dit beter gaat dan bij de geitenkaasbonbons. Nope, nog steeds erg poederig. Ik denk dat het aan die magic bullet ligt. Maar oh wel. Het smaakt nog steeds goed, dus dit ga ik gewoon gebruiken. Ook rooster ik wat kokos met een klein beetje poedersuiker. Dat is echt zo goddelijk dit jaar op Jamaica ontdekt en echt oh, zo lekker. Getoast de kokos in 3, 2, 1. Tadaa! Zo lekker dit. Als je van kokos houdt. Giet de coatings op aparte bordjes. Haal de cheesecake vulling uit de koelkast. En dan gaat de lol beginnen, want we gaan balletjes maken. Ik ga even met de chocolade beginnen. Oh kijk, het plakt wel nog een beetje aan je handen. Maar dat is helemaal niet erg, want zometeen gaat die coating eroverheen. Ik ga even voor de kokos coating. La 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 la. It's a season to be jolly. La 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 la. Oeh, dat is één. En dan ga ik een vanilleballetje maken. Zou het heel pas ik mijn handen nat maken? Who cares? Door het amandelcoating. Cheesecake truffels, jammer. En nog eentje gewoon vanille door de kokos. Weet je wat ik me nu net bedenk? Wat als? Wat als? Want die kokos die doet me echt denken aan Raffaello. Wat als je een amandel midden in die vanille doet en dan coat in kokos? Ik ga het meteen uitproberen. Pak even dit. Een amandeltje in het midden. Wee, erover omheen. Misschien moet ik nog wat meer pakken, wacht. Zo. Rollen. Dit moet je ook echt een nacht in de koelkast weer op laten stijven. Ik wil kokos eroverheen. En, oké. Okay. Ik ga het proeven. Ik ga het proeven met mijn cracky hoofd. Huh? Oh my god, maak dit. Als je van Raffaello houdt. Dit is echt de bom. Life is so good right now. Chocola in amandel. Die heb ik nog niet. Hij is zo lekker. Wauw. Dat is echt de uitvinding van die eeuw. Zelf thuis Raffaello maken. Je hebt alleen dat crispy dingetje eromheen niet. Maar die vind ik eerlijk gezegd ook altijd het minste. Ik ga meer. Ik ga die vanille ga ik alleen maar Raffaello maken. Zo. Beetje rollen. Ik zou niet zeggen dat het beter is dan Raffaello. Maar serieus, het komt wel echt in de buurt van hoe het smaakt. It's really good. Weer een Raffaellootje. Oeh. Of. 2 toppings. Oké. Okay. 1. 2. Oh man, je kan hier echt zoveel kanten mee, joh. Amandel crunch. Nailed it!
Dankjewel voor het kijken. Vind je deze video leuk? Steek dan een duimpje omhoog. En ik zie je morgen weer. Maar het is wel echt een upgrade van de mousse. Serveer de mousse in mooie shotglaasjes of een ander mooi bakje.